welkom bij een nieuwe aflevering van Vitesse Dichtbij. Vitesse is na de 3-3 tegen Heerenveen 8 wedstrijden op rij ongeslagen sinds de competitiestart. En dat betekent een evenaring van het record uit het seizoen 1991-1992. Dit megaspandoek voor Theo Bos werd afgelopen zaterdag op grootste wijze onthuld. Piet Veldhuizen heeft groot nieuws. De doelman en zijn vriendin Femke verwachten volgend jaar een baby. En Wilfried Bony is met 8 doelpunten bezig aan een ijzersterk seizoen. We spraken de topscorer over zijn indrukwekkende jaar. Maar we beginnen met het laatste Vitesse nieuws. Nederland is een oranje team rijker. Het Nederlands team voor amputatievoetballers presenteerde zich zaterdagavond in Gelredome. In de rust van het spektakelstuk Vitesse Heerenveen werden de voetballers, die elk een been missen, hartstochtelijk toegezongen. Veel Vitesse-spelers voetballen deze week weer met hun nationale elftallen. Op onze website vitesse.nl kunt u precies zien welke spelers waar in actie komen. Zo speelt Wilfried Bony de return van de playoff-wedstrijd tegen Senegal. We are going to Africa exactly to Ivory Coast to make a training camp and after go to Senegal to play playoff and qualification African Cup. First match we won 4-2. Oh, it was a difficult game because Senegal is a good team and now we are playing there, so it will be very tough again. But we have a little bit chance. Like we won at home, so it's big chance. But we play outside, so we never know what happened there. And the more important is to focus to our team, to our games, and think about win, nothing more. De trainer van Heerenveen, Marco van Basten, was zaterdag met zijn ploeg tegenstander van Vitesse. De oud-topspits haalde met onze fysiotherapeut Jos Kortekaas wat herinneringen op. Beiden waren in het verleden actief voor Ajax. Ook met trainer Fred Rutte werd er nog wat bijgepraat. We hebben gewoon over hoe het bevalt en bevalt hem en mij bevalt het, dus dat is oké. Okay. Vitesse kon afgelopen zaterdag bij winst koploper in de Eredivisie worden. Daarnaast konden de Arnhemmers een record uit het seizoen 1991-1992 evenaren. Namelijk voor de 8e keer op rij vanaf de competitiestart niet verliezen. Dat record werd toen gevestigd door oud-trainer Bert Jacobs. De sfeercommissie zorgde voor een sfeervol en knallend begin van de wedstrijd. Vitesse begon sterk aan het duel en creëerde veel kansen. Maar ondanks het goede spel en de warme steun van de supporters kwamen de Arnhemmers wel op achterstand. De Roon, links Raitala. Die wordt hier ingeschakeld. Finn Bogason, 0-1. Heerenveen, weer hij. Via een schitterende aanval wordt het aan het begin van de tweede helft gelijk. Rijs, Jansen, Bony. Oh, wat mooi laten lopen. Bony, wat een prachtig doelpunt. Na rust denk ik dat we eindelijk gespeeld hebben zoals ik denk dat we ook kunnen spelen. En er zat heel veel tempo op. Het was geweldig om te zien, denk ik, voor de mensen. Alleen daar hebben we even nagelaten het verdedigen. Dat was namelijk de tegendoelpunten. Ja, dat was eigenlijk niet goed. Vitesse komt niet veel later voor de tweede keer op achterstand. Finn Bogason. Oh, die maakt zijn tweede. En die profiteert optimaal van een buitengewoon vreemde tussenkomst van Van Aanholt. De Arnhemmers tonen dan weer veerkracht. Van Ginkel. Goeie voorzet. Nu wel Bony. Jawel. Het fenomeen Wilfried Bony. 20 minuten voor tijd staat het 2-2. Maar weer komen de Friese op voorsprong in Gelredome. Kums schiet de vrije trap achter doelman Veldhuizen. Vitesse heeft dan haast en Den Mori laat zien hoeveel haast. Hier sleept hij een Heerenveen-speler over de zijlijn, zodat het spel verder kan. De inspanningen van onder andere Mori werpen hun vruchten af, want in de slotfase krijgt Vitesse, tot vreugde van de supporters, een penalty. En Bony maakt ook zijn derde van deze avond.
Ondanks een hattrick van Wilfried delen Vitesse en Heerenveen de punten na een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Ja, kijk, de amusementswaarde was fantastisch. En ik bedoel, uiteindelijk wilden de mensen ook wat zien. Alleen ik als coach zijnde, ik wil winnen. En mijn spelers willen dat ook, want die zijn ook teleurgesteld. En nogmaals, amusementswaarde was vrij... Het cijfer wat ik een cijfer moet geven is dat vrij hoog. Vitesse en Fred Rutte evenaren het record uit 1991-1992... door 8 wedstrijden op rij vanaf de competitiestart niet te verliezen. Nou, dat is mooi. Ik lijkt of ik daar patent op heb, want ik heb in Eindhoven ook een paar records verbroken. Alleen daar geen prijs gewonnen. Dus hoop ik dat ik hier minder records verbreek, maar wel wat anders ga doen. Ja, Wilfried is vandaag belangrijk met zijn hattrick. Ja, maar Wilfried is sowieso een belangrijke speler voor ons. Terwijl ik weer zelf vond ik hem... Ja, had hij beter kunnen spelen. De eerste helft had namelijk Mike Havenaar had de man van de wedstrijd kunnen worden. He, die op de paal, op de lat, ja, daar zat de gelukfactor ons niet mee. Het allermooiste moment uit de wedstrijd tussen Vitesse en Heerenveen vond al plaats in de 4e minuut. Toen werd het megaspandoek onthuld voor oud-Vitessenaar Theo Bos, die ernstig ziek is. Op de Theo Bos tribune werd het doek in de 4e minuut zichtbaar en staken de 18.000 supporters Bos een hart onder de riem. De voormalige nummer 4 was zelf ook aanwezig in Gelredome. De fans tellen af naar minuut 4. Omdat Theo Bos altijd in zijn Vitesse-tijd voetbalde met rug nummer 4. En men hier Theo een hart onder de riem steekt. Hij is ernstig ziek, dat weet u. Hij werd eerder deze week 47. En dat is natuurlijk normaal gesproken een leeftijd waarvan je hoopt dat er nog een aantal jaren mogen volgen. Iedereen scandeert zijn naam natuurlijk en ja, dat krijg je wel mee. Dat geeft wel een bepaalde ja, kippenvel, maar ook het besef dat het met Theo natuurlijk niet al te goed gaat. En dat merk je dan wel, dat merkte ik ook. Ik had gelijk die gedachte ook in de wedstrijd en ja, dat is wel zwaar, dat is wel moeilijk. Ja, goed, hij is hier natuurlijk een grote man geweest. Hij is hier trainer geweest, speler geweest, een belangrijke rol gespeeld. Dus, ik kan me wel voorstellen dat ze iets bijzonders voor deze man doen. Dat zijn prachtige momenten. En, ik weet van mezelf dat ik daar niet zo heel sterk in ben. Daar ben ik heel open in. Maar dat is wel is toch een teken dat deze club, hè, met één eigenaar. En het wordt vaak niet zo gezien als een hele harde leider. Maar dat hij toch wel een hart heeft. Ja, je denkt er wel meteen aan. En, het is ook niet gelijk uit je hoofd, dus dat neem je wel mee, die hele wedstrijd. En ja, dat probeer je te blijven vechten ook, weet je, ook om deze wedstrijd nog te winnen. En, ja, dat lukt dan niet. En ja, dat was heel zuur, maar ja, weet je, bedoel, wij moeten niet zeuren, er zijn erger dingen in het leven. En ja, laten we hopen dat het, ja, wat moet je zeggen dan? Ja, ik weet het niet. Vitesse-doelman Piet Veldhuizen en zijn vriendin Femke hebben groot nieuws. Het dolgelukkige stel verwacht een baby. Femke is nu zo'n 13 weken zwanger. Ze weten nog niet of het een jongetje of meisje gaat worden. Toch konden ze niet wachten om alvast de allereerste babykleertjes te kopen. Toen ik hierheen reed was ik echt... ik speel eigenlijk liever een wedstrijd voor een vol, met een vol stadion als dat ik hierheen reed. Want ja, het was wel heel leuk, maar toch heel spannend. Ik wist eigenlijk niet wat me te wachten stond. En nu is de kop eraf en ik ben eigenlijk heel blij en ja, heel gelukkig. Kijk dan! Lief!
Maar hij is echt super trots. Ja, echt leuk. Waar. En ik heb echt heel veel trotse papa's hoor. Oh. Heel veel. Maar hij is er echt één van. Ja, echt waar hoor. Hij geniet er helemaal van. Omdat de baby te verschonen, als je bij Vitesse zit, dan moet je dit hebben om te verschonen. Ja, het zijn allemaal dingen die erbij komen, hè. Welke kleur? Die beige? Ja, die beige. Kunnen we hem daar mooi in wikkelen. Hoe lang kan je die gebruiken? Die kan je gewoon heel lang gebruiken, zolang als je de baby op de armen houdt. Hè. Kijk, als het babytje gaat zitten of lopen, dan ga je hem niet meer in het dekentje doen. Jawel, doe ik hem ook in het dekentje. Ik doe hem er gewoon in. Nee, maar als je dan gewoon... Ik doe hem er heel lang in. Ah, we hebben gisteren onze tweede echo gehad. Ja, en hij was met de benen in de lucht aan het zwaaien en met de armen. En ik denk, als het dus echt een kannibaal wordt. Hij was de rug. Ja, echt? Ja, hij het. Ja, ik denk als vader zijn dat ik alles bij wel leuk vind. Maar ik hoop een jongen, een voetballer. En jij? Ja, mij maakt het echt helemaal niet uit. Liefst natuurlijk straks een keer het andere geslacht er nog bij. Maar ja, het is wel echt zo cliché, maar echt als het maar gezond is, ja. En heb je deze ook een, als zelf, stel je voor ja, dat dan... Dan kan het gewoon hetzelfde in een jongetje. Oké, okay, maar stel je voor dat het een blauwe zou zijn, een jongen zou zijn. Heb je dit dan een blauw? Dan krijg je het in het lichtblauw. Oh, okay. Zoals ik jou dat liet zien, dat daar zo, dan krijg je dan alles weer in het lichtblauw. Leuk hoor. Is leuk. Als we bij de veerkampjes op visite gaan. Ik vind het wel heel mooi. Ja, kijk, zie je, dat is het verschil weer. Maar ja, Piet kan de boodschappen doen vandaag. Dus, ja, ik hou van een beetje rustig. Rustig, ja. Het is jullie eerste kindje. Dromen jullie ook stiekem van een heel groot gezin? Nou, ik droomde altijd wel van een groot gezin. Maar ja, ik denk dat ik te zijn de tijd gewoon, ja, als het goed voelt, dan misschien een tweede of misschien ooit een derde. Maar ja, ik doe het gewoon op gevoel en we zien wel. Nou, ik ben eigenlijk opgevoed als enig kind. Ik ben ook enig kind, dus ja, ik ben eigenlijk nooit grote gezinnen gewend. Maar voor mij is het gewoon belangrijk, ja, eerst die ene maar eens heel goed opvoeden. Misschien nog een tweede erbij, maar voor mij is één altijd... Ja, goed, misschien nog twee, maar ik word hier aan allemaal die kanten geknepen. Piet. Ja, lieve. Hier, doe maar even oefenen. Kijk, joh. Geen boertje laten, hè. Mijn papa heeft een nieuw gebedje aan. Het duurt nog een half jaar voor Piet zijn eigen kind kan vasthouden. Femke is uitgerekend op zaterdag 20 april. Als hij Tessa dan maar niet hoeft te voetballen. Oh, ik weet het niet. Ik heb eigenlijk nog niet bekeken op de lijst of op de site. Dus ik zou eens even gaan kijken. Ik denk wel dat het belangrijk is. Dan moet hij 2 dagen eerder geboren worden. Want het is op een zaterdag, geloof ik, 20 april. Oké, okay, ja, dat kan niet. Dan ben ik niet bij de geboorte. We hebben het even nagekeken voor ze. Vitesse speelt pas op zondag 21 april uit tegen Feyenoord. In de media wordt hij een fenomeen genoemd. Wilfried Bony. Vorig jaar maakte hij al indruk op voetbal in Nederland. Dit jaar is hij nog trefzekerder. Wilfried loopt na 8 wedstrijden in de Eredivisie 1-1. Hier is de gelijkmaker al van Bony. De extra speeltijd bedraagt 3 minuten. En Bony! Hoe is het mogelijk? De hele wedstrijd zie je hem niet. Heb je de indruk dat hij vandaag zijn dag niet heeft? Koerst deze wedstrijd af op een gelijkspel. Maar wie scoort er? Wilfried Bony. I think maybe the more important was against Feyenoord. Because we won 3 points. I think this was the best. Van het seizoen voor Wilfried Bony en het staat 1-1 in Arnhem. Rijs, Jansen, Bony, oh wat mooi laten lopen, Bony, wat een prachtig doelpunt. It's my first 3 goals in the first division, so I could
enjoy it, but we didn't win. So it's like nothing. En Boni maakt ook zijn derde van deze avond. Goeie voorzet. Nu wel, Boni. Jawel. Het fenomeen Wilfried Boni. Boni. Boni legt nu weer eens neer voor Rijs. Niks aan de hand, maar Boni is... Oh, wat doet die man dat goed, zeg. Dat zijn twee treffers van Vitesse. En hoe geweldig is hij? I only try to do what I have to do for me, for myself and for the team. So it's helped me and it's helped the team. But because I cannot play alone, so it's always the team. Dit was Vitesse Dichtbij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.